De Nederlandse Antonia Brico die wilde dirigent worden. Dat was voor een vrouw in de jaren 30 van de vorige eeuw een bijna onmogelijk opgave. Maar ze slaagde wel. Haar verhaal wordt nu verteld in de film De Dirigent. Met in de hoofdrol Christanne de Bruin uit Tilburg. Oh, without your help, sir, I will become a conductor. There's no passion involved. She only took up conducting because she wasn't a talented pianist. It's an abnormality. What? Women? It goes against all musical tradition. This world will never let you go. Who is this lady? Gaaf, hè? Brico. Ja. Ja. Antonia Brico. Ah, ja, je hoort nog even wat geluiden uit, ja. Uit de trailer. Prachtig. Muziek en liefde, mooie combinatie, hè? Ja, zeker. Waarom dacht jij dat jij die rol zou kunnen spelen? Waarom ging je auditie doen? Omdat ik werd uitgenodigd. Ah, en, jij werd gevraagd? Ja, het is heel grappig. De producent, zij waren op zoek naar een actrice die ook heel muzikaal was. En de producent is gaan googlen en is op mij gestuit en heeft mij via Twitter benaderd of ik wilde auditeren. En ik wist nog niet precies waar het over ging. Maar wel dat het over dirigenten ging. Dus ik dacht, oh, dat vind ik super interessant. Hoofdrolfilm, dat is dan wat ja, je... Ja, ook dat. Dus ik had nooit verwacht dat ik het überhaupt zou krijgen. Maar ik was al super blij dat ik mocht auditeren. En daar had ik al zoveel plezier in. Ja. Ja, was dat een wens van jou, een ambitie? Of, want je bent musicalster, je hebt in grote musicals gestaan. Ja, ja. En dan denk je, nou ja, daar kun je ook wel in vooruit. Maar dan ineens maak je deze switch. Ja, nou ja, het was altijd een wens. Ik ben op een gegeven moment ook bewust gestopt met musical. Omdat je bent natuurlijk altijd aan het spelen. Dus je kan daarnaast heel weinig doen. Maar ik wilde heel graag spelen en film doen. Maar het is best wel moeilijk om die switch te maken. Dus dat wou ik zeggen, of je nou voor een volle zaal staat en het ook voor de achterste, mensen op de achterste rij herkenbaar te maken. Ja. Of voor die camera. Ja, nou dat vond ik nog wel mee van. Maar het is heel moeilijk om mensen dan weer te laten weten van, ik wil heel graag dat doen in plaats van... Je zit in een hokje. Ja. Over hokjes gesproken, Leon. Ja. Ze zijn overal. Ja. Dus, en zo zit jij het hokje levenslied, hè? Ja. Mooi hokje. Ja, ook een mooi hokje. Je ziet bij dirigenten, bij het programma van Maestro, zie je dat allemaal vrouwen er winnen, hè? Ja. Dus die zijn veel gevoeliger en die hebben veel meer gevoel voor muziek en voor maat houden. En dus dat is toch iets... Ja, jij had natuurlijk die muzikale achtergrond. Had je mee, hè? Want je hebt conservatorium gedaan in Tilburg. Ja, precies. En onze kast stond ook... Oh, god, ja. Ja. Vroeger speelde ik ook nog cello. En, hoe oud was je hier, Christel? Hier jaar 8 of 9, denk ik. Ja. Oh ja. Maar bij onze kast stond thuis... Ongeveer toen al is Maria Peters begonnen, de regisseuse van de film... begonnen met het leuren, met dit verhaal, hè? Ja, 15 jaar heeft ze daar, is ze daarmee bezig geweest. Want zij heeft de documentaire over haar gezien. Is de documentaire over Antonia gemaakt in 1974. Door, daar is ze, de Judy Collins. En Maria heeft die gezien en gedacht, daar... moet ik een film over maken. Deze vrouw is zo bijzonder. En in Nederland geboren. Daar was zij al mee bezig toen jij nog met die cello zat bijna. Ja, iets later. maar dank je wel. Maar ze heeft gewacht op jou. En zo gaat het dan, hè? Ja, alles viel in één keer wel op zijn plek. En ik vond ook... de eerste ontmoeting met Maria was al zo prettig en fijn. En dat klikte heel erg goed. Je bent veel mooier natuurlijk, maar je lijkt er wel ietsje op, hè? Een beetje, ja. Ja. Heb je een gevoel gekregen bij die vrouw toen je het verhaal las? Ja, ik heb natuurlijk... ik heb als eerste de documentaire gezien waar zij heel lang geïnterviewd wordt. Het is echt haar verhaal van begin tot eind verteld door haar. En ik vind het zo gaaf hoe zij gevochten heeft om haar plek in de wereld te bereiken. En om toch tegen alles in te dirigent te worden. Ja. Hoewel ze constant nee te horen kreeg en constant tegen muren opliep. Wat is dat eigenlijk voor een muur, hè? Waarom willen we geen vrouwelijke dirigenten? Nou ja, in die tijd... De klassieke wereld was echt een enorme mannenwereld. En met mannenclubjes en dingen. En daar kon geen vrouw bij. En
mensen vonden het onaantrekkelijk om een vrouw die gekke bewegingen te zien maken. Ook een vrouw die trompet speelt, dat is ook, dat kon niet. En ja, het was heel erg gesloten en heel erg voor mannen. Ja. En toen later, toch... je zag die documentaire, je leest het scenario. Gegrepen daardoor? Ja, meteen. Ja? Oh ja, supermooi script. En dit is Maria in Colorado bij het graf van Antonia. En het script zit zo goed in elkaar en het vertelt zo goed alle opofferingen die zij heeft moeten maken om uiteindelijk te bereiken wat ze wilde bereiken. Maar is dit ook iets wat uit jouw leven gegrepen is? Heb jij ook zo hard moeten vechten om te worden wat je bent? Toch wel, ja. Ik denk sowieso dat iedereen dit herkent. Maar in mijn vak loop je natuurlijk... Ik bedoel, je wordt constant afgewezen om alles... Ja, ja, is dat zo? Ja, je krijgt veel afwijzingen. Je moet toch iedere keer weer denken... Nou, ik ga het toch gewoon weer doen. Maar ja, niemand lacht je uit als je zegt... ik wil musicalster worden. Dat is wel het verschil, nee, toch? Nee, dat scheelt, ja. Ik wil actrice worden, hè. Ik wil niet... Ja. Nee, actrice. Ja. Nee. Maar je bent zangeres ook. Ja. Maar jij hebt ook moeten vechten en dat herken je dan. Ja, maar ik denk dat iedereen loopt tegen dingen aan in het leven. En het is maar net wat je ermee doet. Hmm. Weet je, laat je door uit het veld slaan of ga je gewoon door en verzamel je weer de moed. En, Je bent natuurlijk muzikaal geschoold, maar had je wel eens voor een orkest gestaan? Dat heb je nu wel gedaan, hè? Ja, we hadden vorig jaar... het Radio Philharmonisch Orkest heeft de filmmuziek ingespeeld. En ik mocht daarbij zijn. En toen heb ik 5 minuten mogen dirigeren om het even te voelen. Je wordt er nog verlegen van. Ja, ik was zo zenuwachtig. Ik vond het zo spannend. Het lijkt heel makkelijk, maar het is heel moeilijk volgens mij. Nee, het is heel moeilijk. Ja. Nee, het is echt een vak en je moet echt je stijl ontwikkelen en je interpretatie van een stuk. En... Maar heb je ze ook gedirigeerd dan, dat Radio Philharmonisch Orkest? Het Radio Philharmonisch Orkest is gewoon een heel goed orkest. Dus ze hebben niet heel veel nodig. Maar het is wel, ik begon met slaan. Hoe begin je? Doe eens. Het was een opmaat. Nou, dat had ik allemaal geleerd. En dan geef je de 1 aan en dan begint zo'n orkest te spelen. Dat is zoiets magisch. Het is zo gek. En je moet constant een beetje voor de tel zitten. Omdat ze een fractie laten reageren. Dus je bent echt in charge van dat hele... Een machtig gevoel. Enorm, ja. En dan dat film, hè. Als jij in het theater staat, dan speel je van begin tot het einde. Bij film speel je alles door elkaar heen. Ja. Hè? De scène uit het einde kan in het begin opgenomen worden, toch? Klopt, ja. Word je daar niet knettergek van? Het is natuurlijk heel raar, weet je. Maar ik heb een hele tijdlijn gemaakt. Want de film speelt zich in een tijdsperiode van 8 jaar. En dus ik heb een tijdslijn voor mezelf gemaakt. En ook 1 keer alles chronologisch helemaal doorgenomen. Maar ik heb inderdaad de laatste scène die ik met mijn tegenspeler heb... hebben we ongeveer op de eerste dag gedraaid. En dan is er natuurlijk al heel veel gebeurd van tevoren. En dat moet je allemaal meenemen in die scène. Ja. Dus een goede voorbereiding is heel belangrijk, ja. Nou, dinsdag de première. Ja. Spannend? Ja, enorm spannend. Ja. Want je gaat hem zelf dan ook echt voor het eerst zien. Oh ja, je ziet hem al iets eerder, geloof ik. Ja, nee, ik ga hem dan echt... Ja, echt je hebt een ruwe versie gezien. Ja. En nu dus de versie die af is. Ja. Terwijl het alweer eventjes achter je ligt, die opnames. Ja. Nou, we zijn allemaal heel erg benieuwd. Ja, ik hoop dat... Jij zelf dus ja, ook. Ja, zeker.